U bent commandant van de Alpha Compagnie. Kunt u wat vertellen over het dagelijks werk van deze eenheid? Nou, het dagelijks werk dat bestaat uit vooral het innemen van waarnemingsposten die bemannen. En dan het werk doen op een roodblok tegenover het roodblok van Haddad op 1-3 Bravo. En dan het patrouilleren tussen de posten en het patrouilleren in de bevolkingscentra. En dan momenteel hebben wij dus een zeer specifiek gebeuren. Dat is dus bij het werk op 2 in hotel het roodblok van Haddad, zowel als Israëli's. Dat roodblok op 2 in hotel wordt bezet door Lawis, zo geheten. Lebanese Armed and Uniformed by de RDF. Hoe komt het dat die daar zit? Hoe is dat mogelijk? In eerste instantie werd smiddags om 3:15 werden drie van die Lawis geconstateerd op dat roodblok. Daar hebben we toen volgens instructies zo snel mogelijk een IP met mensen uitgerust met scherfvesten en helmen toegestuurd. En toen heb ik persoonlijk met een tolk contact opgenomen met de chef van deze Lawis. We hebben getracht hem te ontwapenen, op weliswaar vreedzame wijze. Hij wenste zijn wapen niet af te geven. En nadat wij plusminus een half uur met hem gepraat hadden, werd het roodblok opeens bezet of gesterkt door Israëli's onder leiding van een Israëlische kapitein. En zij namen op dat moment eigenlijk de verantwoordelijkheid over voor het roodblok. Volgens de standard operation procedure, opgesteld door de Verenigde Naties, mogen wij slechts waarnemen in dit geval. Hoe komt dat op de mannen over? De mannen die kennen onze orders, die afkomstig zijn van de Verenigde Naties en van dan indirect van de Libanese regering. En daarin wordt gewoon gesteld dat wij dus niet tegen Israëli's, oftewel ADF, dan specifiek, mogen optreden. We mogen optreden alleen door waarnemen en rapporteren. En zodra de IDF op dat roodblok aanwezig is, zullen wij deze regels moeten accepteren. Dat is soms gevoelsmatig misschien wat moeilijk. Maar de mannen weten wat peacekeeping inhoudt en daardoor houden ze zich toch wel aan die regels. Hoe is het moreel? Het moreel van de mannen is, dacht ik, erg hoog. Zeker door dit soort toestanden zien ze dat hun aanwezigheid hier noodzakelijk is. Wat vindt de bevolking hiervan? Dat is een moeilijke vraag. De bevolking wordt momenteel op en neer geschommeld tussen het neigen naar IDF, het neigen naar hun eigen regering, het neigen naar Haddad. En er wordt nogal wat druk op de bevolking uitgeoefend om onder andere deel te nemen aan dit roodblok. En het probleem voor hun is natuurlijk dat zij verder moeten met dit land. En maar heel onduidelijk is het nu om te zien welke kant dit land op gaat. Wat is de toekomst van het land? Vandaag ga ik in gesprek met oud-commandant de strijdkrachten Peter van Uhm. Hij was mijn oude compagniescommandant in Libanon, waar we samen voor de goede zaak hebben gestreden, voor de veiligheid van de locals in Zuid-Libanon. Ja, ook onder andere was deze tijd heel bijzonder. Met hem ga ik het hebben over de feiten en de fabels uit deze periode en de lessons learned over Libanon, onze UNIFIL-uitzending. Maar ook spreken we over het leven na Defensie. En over Dennis, zijn zoon Dennis. Wie was hij eigenlijk als persoon? Peter, welkom. In dit prachtige museum trouwens. Jazeker. Nationaal Militair Museum. Ik ben ambassadeur van dit museum. Kijk aan. Dus ik promote het graag. En ja, hier, ik vind dit bijna on-Nederlands zoals we dit nog hebben kunnen neerzetten. En ik prijs me nog gelukkig dat het besluit om dit museum neer te zetten is genomen in een tijd dat er nog geen bezuinigingen, al te grote bezuinigingen niet waren, want anders had dit er nooit gestaan. Nee. Maar het is een fantastisch mooi museum. En het vreemde was, ik ben erbij geweest toen we besloten dat we dit gingen bouwen. Ja. En toen het er bijna stond, kwamen mensen van het museum naar mij toe en die zeiden van, je staat in het museum. Nou, jij zei net al mijn oude commandant. Nou, ik was toen niet zo oud in Libanon. Nee, ik was 27, 28 jaar. Ja. Maar ik denk, ben ik al zo oud dat ik in het museum sta? Maar ik sta er inderdaad in. Oh, geweldig. Ja, het is nogmaals een uniek museum ook in Nederland, moet ik zeggen. Er zijn weinig musea die zo
veel ook licht hebben, ook zoveel materieel huizen. Hè. Iedere keer wordt het ook aangepast met allerlei tentoonstellingen. Ja, ja. Nu ook een hele bijzondere, die gaat over een Canadees en een Duitse. Die vertellen over hun... Ja, echt het verhaal van twee individuele soldaten ja. aan beide kanten van de oorlog. Ja. Maar dan wel ja, vanuit één persoon, één mens gezien. Heel mooi. Ja. Dat is natuurlijk iets wat enorm belangrijk is voor ook de bezoeker. Dus dat het wisselende tentoonstellingen zijn, dat ook interessant Zeker. Zijn om ja, te komen. Ja, ja, maar je ziet dus ook wel dat mensen daarvoor terugkomen. Ja. Maar uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, moet deze tent ook gerund worden. Uiteraard. En moeten er ook centjes binnenkomen. En in ja. de coronatijd is dat dan moeilijk genoeg. Ja. We prijzen ons museum gelukkig dat nu in de vakantieperiode het bezoekersaantal weer aantrekt. Ja. Maar ja, het is uniek in Nederland dit. En ook, ja. Ja, wij zitten hier midden tussen de vliegtuigen. En hier begint om de hoek de dogfight van allerlei vliegtuigen ja. zoals die nagemaakt is. Ja, ja, schitterend. Ik heb eigenlijk nog nooit zoveel voertuigen bij elkaar gezien als hier. Los even van onze IP408 uit Libanon. Die er ook staat. Die er ook staat, ja, inderdaad. Ja, ja. Is de wens, heb ik ook begrepen, om, maar het is even misschien voor jou om iets mee te doen, voor een Chinook. Ah, ja, nou, het zou best maar goed, dat zal wel een keer gaan komen. Ja. Zoals zoveel. Nou, ja, wij blikken eigenlijk even terug over onze periode naar Libanon. Mijn vraag was eigenlijk, hoe kwam je zelf eigenlijk in Assen terecht destijds? Nou ja, later dan ik had gedacht. Oké. De Libanon-missie begon. En ik was een jonge luitenant. Ja. En je kon je vrijwillig melden. Ah. Dus ik ging naar mijn vrouw toe en zei van, nou, dit wil Petertje van Uman meemaken. Dus ik wil me eigenlijk wel vrijwillig melden. Ja, want je kwam van het 45ste? Ik kwam van de 48ste. Van 48ste. 48ste Pantserinfanteriebataljon, de Koning Willem 1 kazerne in Den Bosch. Dat is nu een mooie middelbare school. En ja, ik dacht, dit is gewoon ja, beroepsmatig zo'n uitdaging. Deze ervaring wil ik opdoen. Mm. Maar mijn vrouw keek mij aan en zei, met wie ben jij getrouwd? En ik telde mijn vingers, oh, ja, of ja. mijn knoop, hoe je het ook noemt. Ja. En ik dacht van, nou nee, ze heeft gelijk. Ik ga me niet vrijwillig opgeven. En dus ik ging door met mijn werk bij het 48e bataljon. Had inmiddels twee keer een term als kompiescommandant gedraaid met dienstplichtigen. En toen zei de organisatie, de landmacht, zei van hem, we zoeken ervaren kompiescommandanten. Jij gaat naar Assen en daarna naar Libanon. Nou, en ik heb dat tegen mijn vrouw gezegd. En zei, nee, zei ze, maar dat is part of the deal. Ik weet dat ik met een militair getrouwd ben. Oh, ja. Je hoeft je vinger niet zelf op te steken. Maar als je aangewezen wordt, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Mm-hmm. En zo kwam ik in Assen. Ja, en ik kwam dus twee weken voordat de club opkwam. Kwam je dan als kompiescommandant met je pelotonscommandanten ja. en je pelotonssergeanten. Mm. Kwam je in Assen om het programma voor te bereiden. En 14 jaar later stonden de mannen er. Oh, wie zocht zo'n club bij elkaar eigenlijk? Gebeurde dat door een defensiestaf of iets dergelijks? Nee, dat was de landmacht. De landmacht had daar de leiding in. En de directiepersoneel van de landmacht zorgde dat al die functies gevuld waren. Ja. En ja, soms ging het ook even anders dan gepland. Want ja. ik kwam in Assen en ik wist dat ik een bepaalde luitenant zou ik als plaatsvangend kompiescommandant krijgen. Ah, maar bij de compagnie voor ons ging het even niet zoals gepland was. En mijn gedachte plaats van een kompiescommandant schoof door naar die kompie. Ja. En toen kwam de luitenant Gerard Wondergem als mijn second kwam in Assen. Ja, duidelijk. Ja, hij was ook een bijzondere man. Standvastig. Ja, een echte Zeeuw. Ongelofelijke humor. Ja, zeker. En dat had u natuurlijk wel. Hè? Dus die humor die is me altijd bijgebleven van het kader. Dat was toch ongekend. En belangrijk ook, hè, tijdens zo'n opleiding. Ook voor de jongens, hè, die allemaal... Zeker. Ik vind dat humor, mits goed gebruikt, is een fantastisch wapen. Ja. Ja. Dat moet je dus ook inzetten als je dat durft. Ja. Want het kan in hele spannende situaties de lont uit het kruidvat trekken. Maar het kan ook je helpen om over vermoeidheid heen te komen. Of als je in een dipje zit, toch weer de club vooruit te krijgen. En ja, misschien kun je nog herinneren dat wij de medal parade hadden in Libanon. Ja. En ja, ik had als enige gezegd dat mijn compagnie mocht geen alcohol drinken. Nee, klopt. Ja? Dat had ik ook uitgelegd aan jullie tijdens les krijgstucht. Ja. Want ja, ik vond als je dan een land rondloopt met heel veel moslims die zelf geen alcohol mogen drinken, dan vind ik het niet gepast dat wij alcohol drinken. Want hebben die mensen nog respect voor jou? Als er iets aan de hand is, had ik iedereen nodig en dan ruik jij naar twee biertjes. Nou, eens. Ja. Dus ik heb dat aan de jongens uitgelegd. Ja, ze konden natuurlijk niet anders dan zeggen, dat is goed baas. Ja. Maar wij waren de enige. En toen hadden we een medal parade. Ja. En
ja, iedereen liep daar met een biertje, behalve die van mij. Ja. En ik zag ze allemaal een beetje triest kijken. Ik denk, ja, wat is dit nou? Wij moeten hier trots op zijn. Ja, precies. En toen heb ik ze tegen één of twee soldaten van de compagnie over 5 minuten alle soldaten bij die tafel. En toen ben ik op de tafel gaan staan. En toen hebben ze gewoon gezegd, wat zullen we nou krijgen? Ja. Jullie moeten verdomme trots zijn dat je geen biertje nodig hebt om een goede zin te hebben. Ja. En je werk goed te doen. Ja. Dus wij gaan er een feestje van bouwen. En toen heb ik een liedje gezongen. Ja, ik ken een nummer, iets met KUT. Ja, nee. Het was Van Haverkamp van Normaal. Ja, en dat kenden ze allemaal. Ja, dat is een liedje wat tegenwoordig misschien niet meer kan. Maar dat zongen ze toen allemaal mee. En daarna liep iedereen door die meute heen van wij zijn van die club die geen biertje nodig heeft om het leuk te hebben. Ja. Ja, en dat is dan toch het moment zoeken en dat wapen gebruiken. Ja, en dan ga je die opleiding in. En je start iets van met 300 recruten, zeg maar. Van de jongens die allemaal zin hebben. Uiteindelijk blijven er maar 150 van over, begrepen. Ja, komt er af en toe nog één bij. Komt er af en toe nog eentje bij, inderdaad. Ja. Uit een ander gebied. Zeg, en dan aan het eind van die opleiding was er een oefening. Herinner je nog de oefening Vogelzang? Ja, koud. Het was meer dan koud. En dan moesten we een simulatie nabootsen van een roadblock situatie. Zoals het in Libanon zou zijn, niet? Ja. Hoe vond je dat? Dat was toch wel een bijzondere. Ik vond het trouwens ook heel bijzonder dat we vlakbij een natieopleidingskamp ook zaten. Ja, dat was ook speciaal daarvoor ingericht. Dat was daarvoor ingericht. Maar ik vond het toen een goede oefening. Ja. Met de kennis van nu. En als ik kijk naar hoe we nu eenheden voorbereiden op uitzendingen, zou ik het amateuristisch noemen. Ja, precies. Ja, duidelijk. Ja. Ook wel mensen met onderkoeling uiteindelijk die daar stonden te bibberen in dat kotje en zo. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk wel de voorbereiding voor de moeder der missies. Hè, ik vond ook zelf dat we daar goed getraind werden en goed geoefend werden. Dus laat daar geen misverstand over zijn. Ik wist ook niet beter. Ja. Met die ervaring moesten we dan een Libanon gaan doen. En ik werd vrij hard geconfronteerd met het feit dat ik doorkreeg dat ik jullie niet goed had voorbereid. Mm. Toen we met het vliegtuig landden bij Beirut. Okay. Want bij Beirut, het vliegveld ligt langs de kust. Ja. En dan vloog je met het vliegtuig langzaam dalend langs die kapotgeschoten stad. Ja, ja. En het werd doodstil in het vliegtuig. Ja. En toen dacht ik van, ze beseffen nu pas waar ze naartoe gaan. Ik heb eigenlijk niet tot hun kunnen doordringen met alle plaatjes die ik van mijn verkenningen had zien. De foto's en de verhalen. Ja. Nu beseffen ze pas voor de volle 100% van, wauw. Ja, precies. Dit is serieus. Ja, dit is serieus, precies. Ja. En dan land je daar en dan moet je met veel moeite door allerlei controleposten. Maar goed, dat was daarna, hè. Maar wat ik me herinner is een foto waar je op staat. Die niet in jouw boek staat, maar wel die wij hebben, zeg maar, als jongens van de Alpencompagnie. Waar je dus eigenlijk gedragen wordt door heel veel jongens. En eigenlijk net voordat we weggingen, hè, op het moment dat we volgens mij op uitzending gingen. Wat was, op een of andere manier had jij een soort aura om je heen. Dat je ging eigenlijk ook heel duidelijk met de mensen om. Maar je was ook meteen ook voor iedereen er eigenlijk. En ja, is denk ik wel heel belangrijk. Zijn dat wel eigenschappen die je eigenlijk moet hebben en nog steeds als compagniescommandant? Als commandant. Ik heb altijd gezegd, je moet eerlijk en duidelijk zijn naar je mensen, maar ook naar jezelf. Ja. Ja, want dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Maar je moet wel de taal van je soldaten spreken. En je moet wel een goede verbinding met je soldaten hebben. En met je kader natuurlijk. Ja. Want uiteindelijk moeten ze alles tegen je kunnen en durven zeggen. Ja, en ze mogen het niet als op het moment dat we dingen moeten doen, dan kan ik super duidelijk en dan er is maar één richting, dat is wat ik je opdraag. Ja. Maar op die momenten dat er een gesprek kan plaatsvinden, moet je wel tegen mij kunnen zeggen, waarom deed u dat nou? En ik ben het er niet mee eens. Dat mag, want dan heb je een goed gesprek. Precies. En dat zijn de momenten waarbij je juist onder de huid en in het hoofd van je mensen kunt kruipen. Ja. Ja. En dat heb ik altijd wel geprobeerd. Ja. Ja. Nou ja, goed, je gaf het zelf al aan. Hè. We kwamen daar aan eigenlijk uiteindelijk na de hele opleiding. En kwamen we daar aan. We werden verdeeld en we kwamen terecht in de Alpha Compagnie sector. Ja. Hè. Ja. Dutchbed, zoals ze toen heten. Hoe ging dat voor jezelf? Was je wel meteen, was het een duidelijke overdracht meteen ook van? Ik had net zoals alle compagniescommandanten wel
al 2 weken doorgebracht op verkenning. 1 tot 2 weken. Dus ik was daar al geweest. Waarvan wij aflosten was een jaargenoot KMA van mij. Peter Lambrechts, nu nog steeds een vriend. Als het coronatechnisch kan, drinken we onder een paar maanden een biertje in een kroeg in Breda nog steeds. Mooi. Met een paar van dat soort mensen. Ja. Dus gewoon een vriend. Dat maakt het ook makkelijker, want we waren heel open naar elkaar. Ik wist wat er speelde in het gebied. Ik had alles in het gebied, had hij me laten zien. Dus voor mij was het plaatje, zat al in mijn hoofd. Ja, ja. Hoe het daar was en hoe ik het wilde gaan doen. Ja. Maar ja, dan moest ik in Nederland aan al die mensen vertellen van de compagnie. Ja. En dan moesten we daar nog wel gaan doen. Dan moet je aan de kar gaan trekken. Ja, heel simpel. Ja, duidelijk. Nou, dan wordt iedereen verdeeld over. Want eigenlijk wist je van tevoren ook niet waar je terecht kwam, hè? Als soldaat, je ging naar een gebied toe. Je denkt, hey, waar kom ik? Ja, we hadden het jullie wel verteld, maar ja, dat zei je natuurlijk niet veel. Een paar foto's en dat was het. Precies, dat is het dan, hè? En dan kom je terecht op een bepaalde post. En jij kwam terecht in Yatar. In Yatar, zeg maar het hoofdkwartier. Ja. Maar ik neem ook aan dat je daar iedere dag bezig was met commandovoering, het rondrijden, patrouilles, rijden naar allerlei posten. Hoe was de situatie toen wij er net aankwamen? Nou, veel mensen vonden dat de situatie relatief rustig was. Ja. De tijd met de Palestijnen was geweest, de Israëlische inval was er geweest. Dus het was relatief rustig. Ja. Maar wij wisten niet hoe heftig het daarvoor was geweest. Ja. Dus relatief rustig was voor ons misschien best wel spannend. Ja, ja, maar wij maakten wel alles van het begin af aan mee. Ja, precies. Ik schrok ook wel toen ik aankwam over bijvoorbeeld de toestand van het materieel. Oh ja. Wat wij overnamen. Dat was nog niet bepaald florissant te noemen. Nee. En je bedoelt qua onderhoud? Qua onderhoud en dat soort dingen. Dus het was heel intensief gebruikt. Ja. Maar de relaties in ons gebied waren eigenlijk best wel goed. Vanuit de compagnie naar al die mensen toe. En mijn voorganger had me ook wel goed geïntroduceerd. Dus ja, we gingen het maar proberen. En ja, toen veranderde de sfeer toch. Want uiteindelijk hebben wij wel een paar hele heftige dingen meegemaakt in onze compagnie. Nou ja, wat ik dus wil benadrukken. Uiteindelijk hebben we toch 4 mensen verloren, hè, uit onze periode. Dat, niet uit onze compagnie, maar wel in onze periode. In onze periode. Ja. Hè? En als je bij elkaar optelt, waren 9 mensen tijdens de hele uitzending eigenlijk vanaf 1979. Ja. Was die verhouding in 1983, in de tijd dat wij er zaten, was dat best wel. Hè, dat hoorde je toch hè, in het gebied. En sommige mensen die. Nou, die hadden daar natuurlijk in Nederland niet altijd een benul van wat er ook allemaal speelde. Hè? Nee. Want zoals je al zegt, er waren natuurlijk situaties, frustrerende momenten. Dus dat je bijvoorbeeld te maken had met de IDF, hè? Israëli's aan de ene kant. Aan de andere kant natuurlijk met de milities. Hoe was jouw relatie met die partijen destijds? Met de milities hadden we op zich eigenlijk geen relatie. Want die mochten er gewoon niet zijn. Nee. Dus dat was simpel. Ja. Als ze in ons gebied kwamen, dan probeerden ze in hun kuif te pakken. Ja, dat was een vrij simpele relatie. Ja. Het lag moeilijker met de Israëli's. En dan had je nog de Lauwies, de locals armed and uniform bij de Israëli's. Hè, dus eigenlijk Libanese burgers die door de Israëli's gedwongen werden om voor hun te werken. Mm. Dat lag lastiger. We hebben allemaal gezien hoe de Israëli's deze mensen recruteerden. Ja. Die waren lang niet vrijwillig, om maar zachtjes te zeggen. Die werden gedwongen. Ja. Dus eigenlijk waren het arme sloebers. Ja. En daar hadden we op zich wel een goede relatie mee. En daar werd ook informatie uitgewisseld. Met de Israëli's hing het er helemaal vanaf welke team van de Israëli's er zat. Hmm. Als er een nieuw team van de Israëli's in ons gebied kwam, dan ging ik eigenlijk altijd op de eerste avond naar hen toe. Hmm. Nooit overdag. Want dan zouden ze de bevolking zien dat wij zogenaamd samenwerkten met hun bezetter. Ja. Want dat waren ze in de ogen van de bevolking wel. Ja. En ook in mijn ogen. Ja. Dus dat wilde ik niet. Dus ik liet dan een van onze jongens die vlak bij hun post zat een afspraak maken. Van weet dat onze compagniecommandant vanavond komt. En dan ging ik daar naartoe. En dan ging ik kijken wat voor vlees ik in de kaart pakte. Okay. En we hebben 1 keer een jonge luitenant die vanuit Amerika terug was geëmigreerd naar Israël. Ja. Helemaal gewoon rechte blik. Israël is alles, wij hebben gelijk. Oh, jee. Viel geen land mee te bezuinigen. Nee, echt een. Ja, maar we hebben ook een. Het verhaal staat in het boek. Een oude sergeant-major. Ja. Die gewoon. Nou, we zaten gewoon met z'n tweeën. En hij begreep heel goed dat we even met z'n tweeën moesten praten. Had zijn soldaat ook weggestuurd. Ja.
En die mij gewoon zijn levensverhaal vertelde. En vertelde dat hij 2 oorlogen had meegemaakt. En dat zijn zonen nu bij de Golani, ik weet nu nog, de Golani-brigade zaten. Ja. En als het weer tumult gaf, dan kneept hij hem thuis. Want dan maakte hij zich zorgen om zijn zonen. Zo. Ja. En die bijzonder. Man, ja, heel bijzonder. En dat was een heel warm menselijk gesprek. Ja. Hij heeft toen mij gewoon eerlijk verteld dat hij wat angst is. Ja. Vond ik echt heel bijzonder. Want ik was natuurlijk in zijn ogen een snotneus met 27 jaar. Ja. Ja. En toen hebben we gewoon gezegd van, nou, laten we nou 1 ding afspreken. En laten we nou voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Dus ik verras jou niet, maar jij verrast mij niet. Ja, ja, ja. Zullen we dat nou eens afspreken? Dus als jij een opdracht krijgt om iets te doen, dan informeer jij mij. Oh, ja. Zodat we niet toevallig allebei... En ik heb gewoon eerlijk gezegd, waar jullie gaan wij ook. Ja. Ja, en wij waren, nou, niet iedereen van Dutch Bad deed dat, hè? Nee. Van ons Univille-bataljon. Maar ik vond, wij zijn hier, we mogen niks aan jullie op doen, mogen jullie niet weg. Maar we mogen wel rapporteren wat jullie hier uitvreten. Ja. En dat zullen we doen ook. Ja. En dus, ja, als zij een huis ingingen of ze trapten een deur in, dan ging als eerste eentje van hun naar binnen en dan eentje van ons. Ja, dat was en dat vonden ze niet leuk. Nee, maar dat vond ik toch wel opmerkelijk, hè, Peter. Als ik nou even terugkijk naar die periode. En ik denk dan zelf, ik zat bijvoorbeeld in het FMR-team ook, hè. Vond het fantastisch, want dat was eigenlijk wat leuke werk ook. Ja, naast de patrouilles en zo. Ja, dan was het de reserve, hè, die overal kon worden ingezet. Ja, en dat was natuurlijk als er actie was, als er stront aan de knikker was, gingen we erop af. En ik zat dus met Ben Hendricks in zo'n voertuig. En het was toch spannend, want we wisten ook niet van tevoren waar we precies heen gingen. Nee. En we gingen erop uit met onze scherfvestjes die naast ons bed hingen met het helmpje en ons wapen. Maar ik moet ook zeggen dat het vaak ook hinderlijk was van de Israëli's vooral. Hè, want die vaak of de weg aan het blokkeren waren of... Eigenlijk de boel frustreerde eigenlijk regelmatig. Hè? Dat deden ze ook. Dat deden ze ook. Maar ook wel eens dat we naar plekken moesten om gewoon te verkennen en te kijken van... Hey, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Dan was er een inlichtingenbron die zei dat daar mogelijk iets was. Ja. Nou ja, dan gaan we maar kijken. Ja. En dan heb ik bijvoorbeeld een brief van mezelf aan mijn ouders ooit geschreven. Je weet dat, toen schreven we nog brieven. Hè, ja. En we hadden van die cassettebandjes die we naar huis stuurden. Ja. En soms kreeg ik een gesproken brief terug. Echt fantastisch, hè? Ja. Ik wist het trouwens niet, maar ik was net in Normandie geweest. Dan zag ik bijvoorbeeld ook van die soort cd's, lijken het op. Maar gesproken brieven van de Tweede Wereldoorlog militairen. Ja. Ja, die dus op die manier ook gesproken brieven stuurden naar Amerika. Fantastisch. Maar goed, dat deden we. En toen zag ik dus in zo'n brief dus dat ik een patrouille aan het lopen was door de waddies met 2 man, radio op mijn rug. En we kwamen aan dus bij een dorp. En daar bij het dorp, daar was de IDF bezig om mannen uit de huizen te trekken, ergens op een adres. En toen kwamen dus mensen uit. En dat waren vrouwen voornamelijk en kinderen. En wij wisten ook niet goed wat we eigenlijk met die situatie moesten doen op dat moment. Ja, snap. En toen hebben we dus dat gerapporteerd en we moesten weer terug naar de post. Ja. Het was echt rapporteren en je kon ook verder niet zoveel doen. Nee, terwijl we mochten niet ingrijpen. Mochten gewoon niet in. Nee, was dat niet voor jou als commandant een hele frustrerende in sommige gevallen? Nee, niet alleen voor mij, ik denk dat voor ons allemaal. Allemaal toch, hè? Ik denk dat wij regelmatig de vingernagels in de tafel hebben geramd van frustratie. Ja. Maar ja, dat waren helaas de spelregels. En nou, we hebben daar na veel 5 en 6 uiteindelijk wel van geleerd. Want de spelregels in de hedendaagse missies die worden wat strakker en je mag gewoon meer. Ja. Dus dat is de lessons learned ook wel weer van zo'n missie. Dus dat je kunt zeggen, afhankelijk ook van de situatie in een gebied, kan je ook het mandaat aanpassen, ook van vredesmissies? Ja, maar is goed, de VN stelde uiteindelijk de spelregels op, om maar simpel te zeggen. En die hadden gezegd, je mag niet ingrijpen. Ja. En is dat veranderd naar jouw mening? Of is dat nagenoeg hetzelfde? Als we naar de afgelopen missies kijken, zie je dat je veel meer mogelijkheden hebt om in te grijpen en ook situaties naar je hand te zetten. Ja, zoals Mali bijvoorbeeld, waar je kijkt ook naar vrede. Ja, maar ook Afghanistan. Afghanistan. Zeg, als we nou kijken naar die tijd ook weer in Libanon natuurlijk. Had je verantwoordelijkheid eigenlijk over aantal compagnie of de Alpha Compagnie? Ja, de Alpha Compagnie is 150 man. En je stond onder bevel van kolonel Kosters. Ja, eerst overste Schenk en later overste Kosters. Overste Kosters kwam net na jou, een maand later of zo, hè? Nee, we hadden, ik denk dat we nog 2 of 3 maanden overste Schenk hebben gehad en zo. Ja. En daarna kwam de overste Kosters. Ja. Oké. Okay, en overste Kosters is gebleven tot het einde van het bataljon, toen wij ook teruggingen. Toen wij ook teruggingen, ja. Want ook een vraag trouwens van een van mijn kameraden. Hoe bijzonder was het eigenlijk om zo'n groepje van
van jouw compagnie eigenlijk in één keer beroeps te maken voor een maand. Dat was wel heel bijzonder. En nou, dat moeten we misschien uitleggen. Ja, maar in Nederland werd besloten dat wij zouden stoppen met een bataljon in Libanon. Ja. En er werd een datum aangeprikt. En toen bleek dat dat was een maand nadat wij terug zouden gaan. Ja. Dus dan moesten ze voor een maand nog een nieuwe compagnie van 150 militairen naar Libanon brengen. En toen heeft iemand bedacht, ik niet hoor, die heeft bedacht van, kunnen we niet gewoon die jongens vragen of ze langer blijven. Ja. En er zat wel één consequentie aan, dat kon als dienstplichtige, vrijwillige dienstplichtige waren jullie, kon dat niet. Dus moesten we jullie allemaal beroeps maken. Ja, en jullie zijn dus beroepssoldaat geworden. Geweldig. Voor één maand, toen hebben we daar op een heuveltje in Libanon, hebben jullie allemaal de eed afgenomen. Ja, geweldig. Ja. Wij vonden dat ook fantastisch, zo moet je zeggen. Ik kreeg geen enkele militair uit die periode die dat niet fantastisch vond. Dus zo voelde het ook. We waren ook echt trots eigenlijk ook wel op onze inzet. Maar er zat ook een apart iets aan, want de verlofperiode was afgelopen. We hadden iedereen in Libanon, dus iedereen zou kunnen blijven, maar het was net zo'n beetje rond het beginnen van het schooljaar. Ja. En er waren jongens die als ze die laatste maand zouden blijven, die zouden dan een schooljaar missen. Hmm. En die sommigen kozen ervoor om toch te blijven, maar er kozen er ook voor om terug naar Nederland te gaan op de oorspronkelijke terugkeerdatum. Oef. En die jongens werden dus allemaal verzameld op Yatar, op mijn commandopost. Mm. En vandaaruit vertrokken ze met twee vrachtauto's naar het vliegveld. Ja. En toen heb ik dus echt twee vrachtauto's gezien met huilende jongens. Ja, dat want iedereen zei tegen van nee, we begrijpen het. En we hebben genoeg mensen, want anders hadden we de verlofgangers niet gehad. Dus jullie gaan als een soort verlofganger al weg. Ja. Maar die jongens vonden echt dat soms een steek liep. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ja. Ja, er zaten ook een paar jongens bij die ik ken die dan dienstplichtig sergeant waren. Die moesten ook terug voor een studie. Maar goed, dat was toen niet anders. Maar aan de andere kant, het werk wat we daar deden, los van het lopen van patrouilles, bemanden we ook de roadblocks. Ja. We hadden qua hobby, kon je geloof ik af en toe eens een enkele keer naar het strand. Met een IP met z'n allen om te zwemmen. Was ook fantastisch natuurlijk, hè? Dat je toch eventjes... Maar iedereen dacht dat het vakantie was, maar dat was echt niet zo, hè Peter? Nee, dat was zeker niet. Nee, maar we hadden de pech dat wij geen strand in ons gebied hadden. Dus we moesten altijd naar het gebied van de Charlie Compie. Ja. Want die hadden wel een strand. Ja, precies. Ja. En daarnaast mochten we ook radio maken. Ja. Heb je dat ook wel eens bezocht, dat... Dat was in Haris volgens mij. Ja, klopt, dat was in Haris. Ja, ik ben daar wel eens geweest, ja. En dat waren jongens, net zoals ik, die daar de gelegenheid kregen van... Oh, joh, heb je een keer zin om wat radio te maken? Voor het bataljon. Voor het bataljon. Ja. Nou, fantastisch vond ik het. En ik denk heel veel mensen met mij, want daar is eigenlijk mijn carrière begonnen. Ja, nee hoor, maar... Het was toch even jouw woorden nog oppakken, want sommige mensen denken dat wij daar vakantie hadden. Ja. Dat was het zeker niet. Jij zei, we mochten patrouilles lopen, we zetten roodblokken. Maar uiteindelijk zorgden wij wel voor een veel betere veiligheid voor die bevolking daar. Ja. En wij zagen iedere dag hoe dankbaar de gewone, de normale mensen in de dorpjes waren met onze aanwezigheid. Nou ja. En daarvoor, dus doorzochten we auto's, vonden we af en toe wapens, munitie, hielden we als het kon slechteriken uit ons gebied. Want we hadden natuurlijk toch nog aan de rand van ons gebied hadden we de lui zitten die bij Haddad hoorden. Ja. En die ook regelmatig slechte dingen in ons gebied probeerden te doen, nou die hielden we keurig buiten. Nou ja, dat daar was wel tegen optreden. Ja, maar dat was wel ook een dingetje, moet ik zeggen. Want wij hadden redelijk de hearts en de minds gewonnen van veel locals wel. Hè? Dankzij onze voorgangers. Maar zelf hadden we ook wel, als Nederlandse militair, gingen we daar redelijk goed mee om. Maar toch wist je het niet altijd. Wij waren bijvoorbeeld eerst gestationeerd in Rishnania, pas 712. En wij waren heel druk bezig met van alles, maar ook het lopen van patrouilles. En herinner ik me dat we bijvoorbeeld vaak ook een winkeltje bezochten. En dan kochten we bij de goede man altijd van alles, eten en drinken. Tussen de sociale patrouilles waren dat. Ja. Dan gingen we al die mensen af die onze aandacht nodig hadden. Maar we liepen ook nachtpatrouilles door de waddies heen. Wat best wel soms ook shocking was, want er waren de waddiehonden. Die waren niet de mensen die konden echt harder blaffen dan een gewone hond, zeg maar. Maar je wist ook niet wat er gebeurde. En soms we lagen ook wel granaten langs de paardjes. Maar bleek dus uiteindelijk, en dat vond ik dus met Kees Overbeek, jouw oude sergeant onder andere, vonden we dus bijvoorbeeld ook een opslag van mortieren van Chinese makelij achter dat winkeltje ergens. Dat we toch zoiets, hoe zit het dan met dat vertrouwen weer? Snap je wat ik bedoel? Ja, maar wat ik me in ieder geval wel besefte, is dat die mensen die daar woonden, die zijn met één ding bezig, dat is overleven. Ja.
En zij zijn net als het gras in de wind. Ja. Want dan komt de ene club, dan de andere club. Dus ze wuiven gewoon mee. Ja. En dan kun je zeggen van, ja, dat is moreel niet juist. Maar het was de enige manier voor die mensen om op die plek te blijven leven. En een redelijk bestaan te kunnen bouwen. Dus ik vond het niet goed, maar ik had er wel begrip voor. Ja. Ja, oké, dat is natuurlijk ook zo. En als je dan kijkt inderdaad naar de veiligheid die we konden garanderen, ja, dat voerde eigenlijk wel de boventoon. Want we werden ook wel gewaardeerd, ook door de handel onder andere. Ja, natuurlijk, er brak ook geld in. Onder andere. He, maar goed, nogmaals, er waren ook mensen die probeerden ons gebied binnen te komen natuurlijk. Ja. En die moesten we stoppen en de auto's doorzoeken. En soms moesten die echt traineren, want dat waren brutale rikken die probeerden hun wapens naar binnen te krijgen. En dat ging niet zonder slag of stoot. Nee. Onder andere, jij hebt natuurlijk wat meegemaakt, het incident destijds op een roodblok waar je aanwezig was. Ja. En dat incident wat plaatsvond, vond ik eigenlijk een heel mooi optreden wat je daar deed. Want kan je ons nog uitleggen wat de situatie daar was op het roodblok? En welk roodblok dat was? Herinner je ja, het was onder bij post 1-3. Het was Reven 13. Ja. En daar hadden we een roodblok waar je aan de grens van het VN-gebied. Waar je dus ons gebied, maar ook het VN-gebied in kon. En aan de andere kant was zo'n post van Hadad. En op een dag zijn daar lui met een auto het roodblok in gereden. We moesten uitstappen van onze jongens. Die dachten, niks aan de hand. Maar even later had een van onze jongens een pistool op zijn hoofd. En moesten ze hun wapens inleveren en werden ze gegijzeld. Maar dat was een beetje de melding die bij mijn kompiescommandopost binnenkwam. Dan doe je maar één ding. Je roept chauffeur. Die stond altijd klaar met de auto. En je race naar die plek toe. En vanuit de auto doe je dan je eerste rapportage naar het bataljon om te zeggen dat er iets aan de hand is. Hm. Nou, dan kom je op die plek aan. Daar word je opgewacht door je pelotonscommandant. Nou, dat was Olaf. Oké. En Olaf meldde keurig wat er aan de hand was en alle details. Nou, wij nemen met z'n tweeën de situatie door. De situatie was door Olaf met zijn mensen al redelijk afgeschermd, zodat er niks in en uit kon en dat we goed zicht hadden op wat op dat roodblok daadwerkelijk gebeurde. Dus ik neem de situatie nog even in me op. Ja. En bedenk dan, en dat vind ik nog steeds een belachelijke gedachtenkronkel die ik heb gehad. Maar opeens denk ik aan een boek wat ik ooit gelezen heb. Dat was For Whom the Bell Tolls van Hemingway over de Spaanse burgeroorlog. En in dat boek stond dat als je echt bang bent, kun je niet meer plassen. Okay. Waarom dat op dat moment bij mij boven kwam, ik heb geen idee. Maar ik dacht van nu, dan gaan we nou eens even kijken of dat klopt. Zo. Dus ik ben nog een keer, terwijl ik alles opneem was, ben ik nog eens een keer langs de weg gaan staan. Je was in het zicht, hè? Voor ik was in het zicht van de slechterikken, ja. En toen heb ik daar rustig mijn plasje gedaan. En ik dacht zo bang is hij nog niet. Nee. En toen liep ik, daarna heb ik gezegd, alles is in de hand. Ik heb nog één melding geloof ik gedaan via de radio. En ben toen met Olaf naar dat roodblok toe gelopen. Ja, we gaan gewoon onderhandelen. En er was nog geen tolk aanwezig. Ik denk, dan ga je niet wachten op de tolk. Nee. Dan maar met handen en voeten. Ja. Als die lui geen Engels kunnen. En toen liepen we naar het roodblok toe en toen schoten ze op ons. En mijn eerste indruk was onmiddellijk van, op deze afstand, dan zijn het wel hele slechte schutters. Ja. Als ze mij niet kunnen raken. Ja. Dus die willen mij gewoon intimideren. Ja. Maar terwijl het door mijn hoofd heen flitste, riep Olaf echt au. Mm. En trok zijn broekknijp omhoog. Okay. En hij had een schampschot aan zijn been. Oh. Mm. En Olaf is 20 jaar boos op mij geweest. Oh ja. Ja, om de woorden die ik toen heb uitgesproken, die ik later overigens zelf niet meer wist. Mm. Want 20 jaar later heeft hij dat pas tegen mij verteld. Okay. En toen zei hij van waarom hij boos was. Hij zei, jij keek naar mijn benen en je zei, Olaf, niet zeuren, noodverbandje erom, doorgaan. Dat was wel erg zakelijk. Ja, ja. Maar ik was helemaal gefocust op die gijzelingssituatie. Ja. Ja. En, want wat beoogde die militie? Wat was hun plan? Ik had geen idee. Ik had geen idee wat ze wilden. Okay. Maar met mijn 27 jaar dacht ik ga dit oplossen. Ja. En ik ben uiteindelijk doorgelopen en toen riepen ze zoiets van wapens weg. Nou, toen hebben Olaf en ik ons wapen op zo'n ton bij het roodblok gelegd. Ja. En zijn we ongewapend doorgelopen. En toen hebben we, ik weet bij God niet meer hoe lang, onderhandeld. Mm. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij hun wapens hebben ingeleverd, geboeid werden. En bijna afgevoerd werden. En toen zei ik
voor de jongens had ik mijn soldaten bevrijd. Hè? Ja, ja. En toen zei een van die soldaten tegen mij, en dan zie je hoe raar dingen bij elkaar kunnen komen. Ja. Toen kwam een van de jongens van dat roodblok die gegijzeld was geweest, kwam naar me toe. En ik dacht, nou, we hebben ze helemaal gefouilleerd. En die zei, ja maar kapitein, ze hebben onze blikopener nog. Oh. En ik had, de adrenaline was weg. Ja, 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 ik heb het opgelost. Hè? Ja, ja. En ik schiet onmiddellijk weer vol in de adrenaline. Ach. En ik dacht van, ze gaan hier met niks weg. Nee, die winnen hier helemaal niks. Zelfs geen blikopener winnen ze hier. En toen heb ik die lui weer uit een auto laten halen. Oh, en dan nee, heb ik ze opnieuw laten fouilleren voor een blikopener van toen een gulden. Onvoorstelbaar. Ja, nee, maar ik vind het heel bijzonder dat je dan toch die mensen zover krijgt. Dus dat ze een wapens inleveren. Ja, ik weet ook zelf niet meer hoe dat gaat. Is dat geluk of is dat toch op dat moment de kracht en de durf en de moed om dat voor elkaar te boksen? Want het had ook anders kunnen lopen. Het had zeker anders kunnen lopen, maar ik had er ook vertrouwen in dat de jongens van Olaf lagen ook wel Vanaf Charlie gelegen, op hoge gelegen posten. Ja. Dus als wij een signaal gaven, dan liep het daar flink uit de hand. Maar zeker voor die lui. En dat wisten ze, dat had ik ze wel verteld. Ja, want op de Charlie hadden we een punt 50 staan. Ja, is goed, maar die ga je niet inzetten. Maar het lag wel jongens gewoon met hun val. Ja. En jullie konden allemaal redelijk schieten. Ja, ja, ja. Die lui wisten ook wel, we zijn iets begonnen waar misschien niet het einde komt wat wij gedacht hadden. Nee, nee. Deze pakken het iets anders aan. Ja. Uiteindelijk... Zijn ze geboeid afgevoerd. En dat is toch wel heel een verhaal natuurlijk. Hè? Want op zich, als je kijkt naar de roadblocks die we daar hadden, waren natuurlijk meer in het hele gebied. Wij werden ook wel eens uitgewisseld, hè, op andere post. Dus heb ik een keer in Tier Barracks gezeten bijvoorbeeld. Heel wat anders. Ja, maar er zat ook een van de kampen daar. Daar tegenover zelf. Dan kan je mij, want dat heeft mij eigenlijk nooit iemand verteld. Wat gebeurde daar precies bij dat kamp? Waar ik op uitkeek. Dat weten wij niet. Er zijn heel veel verhalen. Oké. Okay. Ja? En vooral verhalen door de militairen die op Tierbergs hebben gezeten. Daarom, feiten en fabels. Ja? Ja. Dus we weten dat de Israëli's daar een kamp hadden. Ja. Dat is een feit. Ja. Een feit is dat daar vrachtauto's naar binnen gingen. Ja. Ja. We zagen soms, werd er jongens gerapporteerd dat er mensen in die vrachtauto's zaten. Ja. Ook spullen. Maar we zagen ook lege vrachtauto's naar buiten komen. Ja. Dat zijn de feiten. Okay, De vermoedens, de suggesties die er allemaal zijn geweest, dat daar een gevangenenkamp is geweest, die gingen natuurlijk volom. En dat daar mogelijk mensen dat Israëli's ondervraagd hebben. Ja, precies. Maar dat kan ik met feiten niet staven. Nee, begrijp ik. Maar het is niet voor niets dat de VN daar tegenover bij Tierbergs een VN-post had, ook omdat Tierbergs lag natuurlijk op de weg naar Beirut toe. Dat was een belangrijk punt, een beheersend terreindeel, zoals we dat noemen. Ja, de Coastal Road. Ja, de Coastal Road, ja. Om een strategische ligging, maar ook vanwege dat kamp wat er tegenover was, daarom was die post. Ja, zeg, en hadden we te maken met verschillende milities in die tijd. Ja. Je had natuurlijk, los even van, in die tijd had je de IDF, maar je had ook de DFF. Was dat Haddad? Dat was Haddad. En had je ook nog de druzen, de... Ja, je had allerlei verschillende groeperingen. Kon ook niet echt uit elkaar houden. Maar wat mensen helemaal niet weten is dat Libanon is één grote smeltkroes van volkeren, van religies. Ja. En dan heb ik het niet over het christendom. Nee, er zijn daar, ik weet niet hoeveel vormen van christendom. Ja. Je had allerlei islamitische stromingen had je daar. Ja. Dus het was één smeltkroes en iedereen wilde wat in dat land. Ja. Nou ja, helaas wordt dat land nu weer geconfronteerd met de gevolgen van die smeltkroes. En hoe slecht ze het met z'n allen geregeld hebben. Ja, want vroeger heette het de PLO. Het zal nu wat meer daar waren de Palestijnen. Zijn. Nou ja, de PLO was echt de Palestijnen. Ja. Maar ja, nu in Libanon zijn ook de Sjiiten driftig aanwezig. Ja, dus eigenlijk kan je ook zeggen, na al die jaar, hè, we hebben daar natuurlijk een begin aan gemaakt. We starten natuurlijk allemaal in 1975. Is het al zo lang aan de gang? Is het denk je ook nodig dat we daar ook blijven als VN-vredesmacht de komende tijd? Nou ja, als het bijdraagt tot in ieder geval die relatieve rust en het kunnen leiden van een zo normaal mogelijk leven voor de bevolking, dan denk ik, dan moet je dat toch blijven doen. Ja. Maar het is niet een oplossing. Nee, het is zeker inderdaad... Dan moeten we gewoon heel reëel zijn. Ja.
Zeg, ik heb nog even een hele andere vraag. Ja. Even tussen ons. Ik had een paar vragen van onze mannen, zeg maar. Ja, heel goed. Eentje had er een vraag eigenlijk. Waarom jij ons verkaste als eerste peloton van post 712 Richna Nia na die bewuste post 713 Alpha? Ja. Ben Hendricks en zijn club waar wij bij waren. Ja. Post 713 in Schriepnin had het behoorlijk voor de kiezer gehad. En dan kun je wachten tot het een keer fout gaat. En fout gaan kan zijn dat het niet goed met jongens gaat. Of dat er iets gebeurt wat we met z'n allen niet willen. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment de afweging gemaakt van ter bescherming ook van de mensen daar. Jullie hadden het minder meegemaakt dan 713. Dus toen heb ik uiteindelijk het best wel een moeilijke besluit genomen om toch te wisselen. Ja, duidelijk. Nou ja, dat was ook een, op zich een mooie keuze, want wij gingen erop vooruit, ook qua locatie. Veel groter gebouw. Mooie kamp, want het andere kampje was wel heel erg leuk, maar het was een boogconstructie waar nog de scherven doorheen waren van wat mortieren die ooit daar waren afgevuurd. Maar daar zaten we dan met z'n allen. En ik herinner me dus toen wij op 713 Alpha zaten, dat we daar natuurlijk ook wat meer geconfronteerd werden. Ook weer met vervelende mensen, zoals Ali Galil. Misschien zeg je die naam nog iets? Ali Galil, een hele vervelende man van de militie. Die ja, hij komt weer boven. Ja. Ik had hem hele brutale kerel maar wapens probeerde door te smokkelen. Ja. En wij moesten hem traineren. Wij moesten die man dus, en onder andere Ad de Feiter, misschien herinner je die naam nog. Een dienstplichtig is het Ad de Feiter. Zeker. Feiter, goede vent, rustige vent, maar heel beheerst. Die toen dat ook meemaakte, onder andere, dat hij wel degelijk die man moest afremmen. Mm. En hoe meer we ze zeg maar konden afremmen, hoe meer ze gefrustreerd raakten. En uiteindelijk lieten ze wel weer gaan, maar we gingen heel die auto uit elkaar halen eigenlijk. En dat deden we eigenlijk. Nee, maar dat was binnen ons mandaat. Ja. Was dat het maximale wat we mochten doen. Ja. Ja, en dat die luiden van baalden, ja, ik genoot ervan. Ja, ja, zo is dat. Zo is dat. Zeg, en dan, dan wil ik het ook nog met je hebben over post 713. Dan heb ik het echt over die de schietincidenten. Hè? Je hebt zelf een schietincident meegemaakt waar je wel iets dichterbij betrokken was van de Wolf. Ja. En de Wolf destijds, dat was voor jou een indruk. Het staat ook in je boek vermeld. Maar welke niet bijvoorbeeld in je boek vermeld stond, kwam ik achter, was het schietincident op 5 oktober 1983 met Jan Hoyting. Ja. En toen had ik even zoiets van, hé, waarom heeft Peter dat niet in zijn boek geschreven? Omdat wij dat een hele belangrijke eigenlijk vonden als peloton. Maar ook omdat soms... de gedachte uitging van dat je dan pas echt geconfronteerd wordt met verlies van een kameraad. Hè, die dus waar je direct bij staat op het moment dus dat je denkt dat iemand nog gered kan worden. En dat lukt niet meer. Ja. Iemand trekt uit een mangat. Ik herinner dat ik met Ben nog probeerde om de man, de Jan, eruit te trekken. Maar het was te laat. Maar dan denk ik ook aan de andere kant... het werd bemand natuurlijk door een aantal man. We draaiden best wel lange dienst, 12 uur op 12 uur af, hè, de laatste maand. Ja. Er waren heel veel jongens over terug, dus we moesten ook meer draaien. Vonden we ook niet erg. Maar soms speelde ook wel een stukje verveling op een gegeven moment bij zo'n roodblok mee. Hè, dus dat de man ook geen staaien daar natuurlijk. Na 8 uur, dan wordt het allemaal wat waziger. Jullie waren redelijk creatief. Ja. In het verdringen van de verveling. Ja, we staken zo'n ton aan en zo'n vat aan. En dan een schorpioen op ons af. En, ik vroeg me af waarom jullie bussen haarlak meenamen. Zoals een fikte steek. Ja, tot ik er op een gegeven moment achter kwam dat jullie die in zo'n ton het vuur gooiden. Want ik gaf een mooie steekvlam. Een mooie steekvlam. Ja. En wat we ook deden was het bakken bijvoorbeeld van eigen gemaakte pannenkoekjes. Wat ik dan meenam, dat het kruimel van brood en een paar eieren. En dan maakte ik pannenkoekjes voor wat mannen. En dan konden we weer even tegenaan met wat frisdrank. Maar toch, op het moment dat zoiets speelt, hè, dan zie je inderdaad een totale ommekeer van de realiteit. Dat je wel met scherp bezig bent. Ja. En dat sommige mensen daar dachten mee om te kunnen gaan. Maar dan toch door noodlottig ongeluk dat toch helaas gebeurde. Maar het effect daarvan was ons eigenlijk op dat moment...
ja, nog niet zo aanwezig, want je was daar niet mee bezig. Je was gewoon bezig met de actie. Ja. Hè, en je had niet verwacht dat zoiets zou kunnen gebeuren. Terwijl je met zo'n persoon dan spreekt nog misschien een dag daarvoor. Ja. Hè, waar je het hebt over voetbal en wat anders. En één keer gebeurt het. En dan herinner ik me ook dat ik mijn wapen pakte en mijn wapen tegen zo'n ton gooide. Wat eigenlijk een hele rare reactie was. Maar misschien ook wel weer een hele begrijpelijke weer achteraf. Maar het daarmee geconfronteerd worden echt met het sneuvelen van een kameraad, zeg maar. Dat is dan eigenlijk een hele rare. Maar wij zijn maar, toen... Met de vraag waarom het niet in het boek staat. Ja. Je moet keuzes maken. Ja, precies. Okay, ik kan geen boek van 1000 pagina's schrijven. Nee. En ik heb geprobeerd dat gevoel wat jij net beschrijft... Ja. Ook duidelijk te maken met het verhaal van het sneuvelen van de wolf. Ja. En dan kies je ervoor om maar één zo'n verhaal te vertellen. Duidelijk. Maar het is natuurlijk allebei even indringend. Ja, het is allemaal indringend. Uiteindelijk is het zo dus... maar dat is even het vervolgje op dat verhaaltje toch nog even. Want het is even geen vraag, maar meer van... Hoe ging jij daarmee om als commandant? Wij werden dus even weggestuurd naar Israël, herinner ik me. Althans, ik ging even naar Israël een dagje of twee, kwam weer terug. En toen zei jij ook van... Nou, het beste is gewoon meteen weer aan de slag met z'n allen. Ja. Met het clubje die in ieder geval dat gezien hebben... of daarbij op wat voor wijze ook bij betrokken waren... En dat hielp uiteraard ook, hè, dat je meteen weer ingezet werd. Maar toen kwam het moment dus dat we zo'n jongen dus in Nakura, meen ik, uiteindelijk de ceremonie bijwoonde. Mochten wij zo'n kist dragen en hij werd dus afgevoerd. Maar eigenlijk was dat een hele rare, vond ik, dat je dan op een gegeven moment een soort van afsluiting had, maar ook geen afsluiting. Want je bracht eigenlijk iemand weg... je sprak eigenlijk nauwelijks meer over met elkaar. Ja, wel met de eenheid zelf. Waar je dan verbroedelijk nog probeert elkaar de moed in te spreken. En we trokken ons terug. En we hadden een medal parade. En dat was het dan. Snap ik bedoel? Ja, zeker. En we waren heel blij dat het uiteindelijk zo was dat we op Krylo het afscheid konden nemen. Maar aan de andere kant ook helemaal niet blij. Want we waren eigenlijk niet klaar. Heel veel jongens hadden zoiets van... Ik zit nog zo in dat groen, ik zit zo nog in Libanon met mijn hoofd. Is het wel een goede beslissing om ons meteen naar huis te sturen... om niet te zeggen van jongens, kom nog even terug... want we moeten nog eventjes met z'n allen het er even over hebben. Nee, maar daar moeten we heel duidelijk over zijn. Ik vond het toen ook goed, ik vond het prima. Nu weten we beter. Precies. Dit hadden we echt beter moeten doen. Als je nu kijkt bij de missies, vaak worden eenheden dan ook gewoon eerst voordat ze naar huis gaan in een hotel gezet en jongens even afkoelen. En dan zijn er mensen die, zoals ambtenaren, sociologen, psychologen die ook helpen van kom, laten we eens even bij elkaar gaan zitten, laten we eens een gesprek erover hebben. Begint het verwerken al. Ja. Wat ook zo is, ze hebben maanden geen alcohol gedronken en ze denken dat ze nog die 10 biertjes op kunnen van voordat ze weggingen. Ja, dus nou loop maar een keer met je hoofd tegen de muur hier. Ja. Dus dat sowieso. Tegenwoordig krijg je dus ook gewoon een brief, een vraag van hoe gaat het met je? Worden mogelijkheden geschapen om tot een gesprek te komen? Dat was er in onze tijd allemaal niet. Nee, en ik had het ook niet kunnen bedenken, zeg ik heel eerlijk. Nee. Maar het was wel beter geweest. Nou ja, het verhaal was wel, moet ik eerlijk bekennen, dat ik jaren later kreeg ik een uitnodiging om naar het Centraal Militair Hospitaal te gaan in Utrecht. Oh, dat weet ik niet. Nee, dat wist ik ook eigenlijk in het begin. Ik woonde niet meer thuis. Ik kwam terug en ik ben aan het werk gegaan. Niks aan het handje, ik ben gewoon aan het werk. En ik kreeg een brief over dat ik me kon melden in het Centraal Militair. Daar heb ik mijn verhaal verteld, notabene. Dat is opgenomen. Maar toen vroegen ze ook of ik een zogenaamde DIG wilde. Een draagje hier gewonnen. Ja. En toen heb ik dat afgewezen, Peter. En waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Joh, je zit in je werkende leven. En ik werkte bij een reclamebureau zelf dan. Ik had ook zoiets van, ja, weet je, het zit nog wel ergens deep down. Maar weet je, het is niet zo dat ik iedere dag last van heb. Ja. Snap ik bedoel? Dus ik ging daar op een andere manier misschien ook mee om dan sommige andere collega's. Want ik weet een collega die daar helemaal down the drain is gegaan. Uiteindelijk in het Centrum 4045 terecht is gekomen. Op een hele andere manier daaruit is gekomen. Dus zo zie je ook wat het soms kan doen. Maar mensen zijn anders. Mensen zijn anders. En wij kunnen dezelfde dingen meemaken. En heel anders nadien mee omgaan. Ja. Ik ken iemand die in Afghanistan, één keer in Afghanistan is geweest. Ja. En die heeft er heel erg moeilijk mee. Mm. En die is het kamp nooit af geweest.
Oké, zo. Toch respecteer ik wat hij gedaan heeft. Ja. Ik vind het triest dat hij daar zoveel problemen mee heeft. Mm. Ja, we zijn anders. Dat is het enige waar... En we moeten die persoon proberen te helpen. Ja, zeker. Ja? Ik ja. ken heel veel militairen ja. die een paar keer op missie zijn geweest. Hele spannende ja. dingen meegemaakt. En nog steeds rechtop staan. Ja. Dat is alleen maar, je bent anders. Je bent anders, en ja. je hebt geluk ja. als het zo gaat. Ja. Ik heb altijd van mezelf gezegd, ik ben een soort labradorhond. Ja, ja. Labradors, als die spanning hebben, dan schudden ze met hun kop en dan flapperen ze met die oren. En dan krijgt het ja. een plek en dan gaan ze weer door. Ja. Ik ja. heb het geluk, dat is geen kunde of nee, ik heb gewoon het geluk dat ik dat kan. Ja. Dat dat bij mij werkt. Ja. Maar daarvoor ben ik niet beter dan anderen. Nee, nee, zeker, zeker. Nee, maar het is wel belangrijk om dat in ieder geval te signaleren. En vroeger ja. had je dat signaleren na je diensttijd, ik weet niet hoe het daarna ging, maar je had af en toe zijn reunie. En dan bij zo'n reunie kom je elkaar weer tegen. Ja. En dat zijn natuurlijk mooie momenten om elkaar ook te kunnen... Ja, dan komen sommige dingen of wat meer omhoog, hè, eventueel bepaalde gebeurtenissen. Tuurlijk. En dan is het zo belangrijk, dat wil ik toch even meegeven aan iedereen. Praat er gewoon ja. over met je kameraden. Dat is het van belangrijkste. Toen, want dat is super ja. belangrijk om en, dat en, samen te doen. En ik snap dat het soms moeilijk ja. is om met mensen te praten die er niet bij zijn geweest. Ja. Maar zoek dan in ieder geval mensen op die zoals netjes in dezelfde referentiekader hebben. Ja. Mensen die ook op missie zijn geweest of die misschien naar dezelfde missie zijn geweest. Ja. Maar praat er wel over, want dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Concluderend eigenlijk naar deze missie, kunnen we eigenlijk wel stellen dat we rete goed ons best hebben gedaan daar. Nou, ons best hebben we daar zeker gedaan. Ja. En we hebben ook ja. bijgedragen aan het leven van die normale mensen. Maar de oplossing hebben we natuurlijk niet gebracht, dat moet eerlijk nee. zijn. Nee, maar goed, is dat, kijkende naar zoveel vredesmissies, altijd een lastige, vind je zelf niet? Dat is ook zo. Naar welk gebied je ook gaat. En dan heb je zelfs niet wel eens het idee van, jongens, zorg ervoor dat we die conflicten op een andere manier, dat je alles eraan doet om die conflicten op een andere manier eerst op te lossen, op via een andere weg dan nou, alleen de conflicten. Nou ja, ik ga liever naar de voorzitter. Ik heb liever dat als je ziet dat er een conflict dreigt te ontstaan, of ja. als er een, zoals het mooi heet, een failed state gaat ontstaan, ja. Ja, dat moet je voor zijn. Want dan ben je al ellende voor. De ellende uiteindelijk voor die bevolking. Ja. Dus daar moet je al ingrijpen en zo'n land gaan helpen. Maar dan komt de makker van de internationale gemeenschap. Ja. Dat is natuurlijk een natte term, dat snap ik ook wel. Ja. Maar vaak grijpen we pas in als de ellende er al is. Juist. En kunnen we het samen als internationale gemeenschap niet eens worden om zo'n land aan de voorkant al te helpen. Ja. Maar dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar dan nog, als het dan eenmaal ellende is, ga dan helpen. Ja, en probeer tot een oplossing te komen. Maar ja, een van de lessen die ik er echt geleerd heb, ja. is dat wij moeten niet met onze oplossingen komen. Nee, we moeten de oplossingen kiezen die zij zelf willen. Ja, en als hun oplossing maar een zesje is en de onze is in onze ogen een tien, ja. moeten we toch dat zesje nemen. Want wij gaan een keer weg. Ja. En dan valt onze tien gewoon op de grond. Ja, ja, precies. Terwijl hun zesje waarschijnlijk blijft. Precies. Is dat dan niet meer een politieke oplossing om ook zo'n government inderdaad uiteindelijk ook te helpen om uiteindelijk natuurlijk. Dit te bereiken? Maar daarom hebben we dus ook, toen we naar Afghanistan gingen, ja. hebben we die 3D-benadering gevonden. Hè? Ja. Development, diplomacy, development en defense. Right. En we hebben defense achteraan gezet. Ja. Want wij zijn randvoorwaardelijk voor die twee anderen. Want die moeten het land opbouwen. Ja. Ja, wij kunnen als ja. militairen best een beetje daarin helpen. We kunnen best wat ontwikkelingswerk doen. We kunnen best ja. Het lokale bestuur helpen. Maar uiteindelijk ja. moeten er mensen met meer kennis van dat werk komen om die landen weer goed op hun poten te krijgen. Precies, dus uiteindelijk moeten ze het ook allemaal zelf doen. Dat is jouw stellige overtuiging nog steeds. Ja. Ja. Ja, is het daarom ook zo, vind jij, we hebben dat was een hele grote missie, hè, dat Libanon-verhaal. Ja, Afghanistan natuurlijk ook in feite. Mali, waar veel meer slachtoffers te betreuren zijn dan mensen soms weten. Is het voldoende? Moeten we ons ook blijven richten op dit soort grote missies? Wat mij betreft wel. En ik kom dan altijd terug bij onze grondwet. Ja. Want wij hebben als Nederlanders, wij met z'n allen, ja. hebben het zo belangrijk gevonden wat de taken van de krijgsmacht zijn, dat we die in de grondwet hebben opgenomen. Okay. En een van die taken is toch echt het handhaven en bevorderen van internationale rechtsorde. Hmm. Dat doen we niet voor niks, want we hebben door de Tweede Wereldoorlog geleerd hoe belangrijk dat is. Ja. Als je het in de grondwet zet, wie A zegt, moet ook B doen.
Ja. En wij moeten ons realiseren dat we hier ook in de COVID-tijd nog steeds in een fantastisch mooi land leven, waar we het heel erg goed hebben. Ja. En wij moeten nu bereid zijn om anderen te helpen. Ja. En dus moet je ook, natuurlijk kunnen we als Nederland niet alleen, moet je als internationale wereld, moet je gewoon dat soort landen en die bevolkingen proberen te helpen. Want die kinderen hebben ook recht op een goede toekomst. Eens, maar als je nou kijkt naar de, ja, ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar soms ook de verdeeldheid die je hebt binnen de NATO alleen al. Of daarom zei ik de makker van de internationale gemeenschap. Het gaat niet alleen, uiteindelijk komt dat samen bij de Verenigde Naties. Ja. En daar zie je dat we het soms gewoon niet eens kunnen worden. Nee. En dan doen we dus niks. Ja. Ja. En niets doen is van mij betreft niet zo'n beste optie. Ja, dus het gevaar ligt altijd op de loer. Ja, zeker. Ja, ja. Op dit moment is het natuurlijk ook een wereld die niet echt zo geweldig is om ons heen. Hè, Hij is heel complex. Hij is heel complex. Ja, ik denk dat we soms nog wel eens terughunkeren naar de bipolaire wereld van tussen Oost en West. Ja. En nu heb je veel meer spelers en is het nog lastiger om uiteindelijk tot één besluit te komen om een bepaald land te gaan helpen. Doet Nederland genoeg naar jouw idee, de Nederlandse defensie? Nou ja, we hebben altijd beloofd aan de NAVO dat we 2% van het bruto nationaal product aan defensie zouden besteden. Nou, het mag duidelijk zijn dat dat niet in orde is. Nee. En ja, iedereen wijst nu naar meneer Trump dat hij dat hard geroepen heeft. Maar ik ben er zelf bij geweest dat Obama het al jarenlang tegen de Europeanen riep. Want het is niet alleen Nederland, de meeste Europeanen. Wat we zeggen, moeten we doen. Ja. En wij moeten. Wat dat betreft zijn we als Nederland dan wel heel goed. Ons ontwikkelingsbudget, het budget voor ontwikkelingssamenwerking, dat is een van de beste verhoudingswijzen zien in de wereld. Ja. Dus daar doen we wel veel aan. Maar we moeten ook met defensie moeten we zorgen dat we bijdragen aan de algemene veiligheid en de veiligheid van ons land. Ja. En als je de problemen op een andere plek in de wereld oplost, heb je alle negatieve effecten van criminaliteit, illegale immigratie, drugs, weet ik wel, terrorisme, heb je dan ook niet hier. Dus je helpt jezelf ook. Ja, absoluut. Ja. Even terug even naar mijn laatste vraag over Libanon. Eigenlijk. Ja? En dan sluiten we dat af. Was nog een andere vraag van de militair. Ben je nog achter bepaalde zaken gekomen na jouw terugkomst in Nederland, waar je dacht van potverdorie, daar heb ik nog geen lekker gevoel over gehad na mijn afscheid in Libanon. Nou ja, dat is uiteindelijk, maar dat is door de jaren gaan ontstaan, hoe zijn we met jullie omgegaan? Ja. Want je hebt gelijk, we hadden die grote medal parade op Krailo. En daarna was het, mijn schoonvader kwam terug van bijna 4 jaar in, je kreeg een lunchpakket en een sinaasappel. Ja, ook, En bij jullie deden we eigenlijk hetzelfde. Ja, ja, ja. En dat is niet goed, en daar hebben we van geleerd. Dus dat had veel beter gemoeten. Ja, snap ik. Maar goed, Krailo hebben we met z'n allen natuurlijk wel een leuke tijd gehad. Ja, zeker. Want volgens mij hebben we er een heleboel die nacht niet geslapen. Nee. En wij waren de enige compagnie die zingend het plein opkwam. Ja, dat is zo. Nou, onder leiding van Ben, ik liet Ben voorzingen. Ja. Nou, dat was natuurlijk een fantastische. Dus jullie waren ook wel, wij waren gewoon een hele hechte club geworden. Ja, en daarom was het ook extra moeilijk, denk ik, voor heel veel jongens, omdat eigenlijk zo hecht was, dus dat je eigenlijk nog helemaal in die mode zat natuurlijk. Hè? En dan kom je in één keer door vaders, moeders, word je opgehaald en dan weet je niet wat je moet doen. Nou, ik zou je zeggen, Peter, ik ben binnen 2 weken ben ik naar Israël vertrokken. Ik heb een spulletje gepakt, jongens, wat doe ik hier? En we verdienden redelijk goed, hè, in die periode, ook als soldaat. Ja, soldaat, zeker. Door de extra vergoeding voor je uitzending. Ja. Dus we konden terug en ik ging naar Eilat en ik heb een prachtige tijd daar gehad. En zo zie je maar weer, hè, hoe dat allemaal kan lopen.